Ja, we hebben altijd gezegd dat hij moest niet weg van ons. Hè. Dus hij is zelf komen vragen bij Peter Ballet om aan te dringen bij de coach voor een vertrek, om hem te mogen laten gaan. En we hebben dat in overweging genomen. Maar wel gezegd van oké, we moeten eerst zien dat wij oplossingen hebben. Als dan die kans wegvalt natuurlijk, ja, dan is er helemaal geen sprake dat wij hem naar een andere ploeg in België zouden doen. Dus ja, dan is hij gewoon een speler van ons en moet hij de strijd aan gaan nu met diegene die wij hebben bijgehaald. Hè. Koulibaly is terug, is fit teruggekomen. Oké, er is misschien nog conditioneel een beetje werk aan. Bedov is erbij gekomen, Kubo is erbij gekomen. Dan hebben we met Kalou nog een offensieve speler die is erbij gekomen. Dus weliswaar niet op zijn positie, maar ja, ik ga nu de strijd moeten aangaan met al die nieuwkomers die er zijn. Maar hij blijft voor ons de speler met kwaliteiten en die wij graag zouden blijven gebruiken. Het is algemeen geweten dat Jeremy Perbey iemand is die makkelijk kan scoren. Hè. Dus dat is hij niet verleerd. Hè. Ik denk dat hij zelf niet echt tevreden is over zijn eerste ronde ook. Omdat hij weet dat hij in heel veel matchen kansen heeft laten liggen die hij normaal niet laat liggen. Maar ik vind wel dat hij geëvolueerd is in zijn voetbal, in zijn meespelen. Dat hebben we in een aantal matchen echt wel gezien. Oké, jammer genoeg nog niet in alle wedstrijden. Hè. Er zijn wedstrijden waarin hij ook nog te afwezig is. Maar oké, dat is de challenge. Ik ben tevreden met de evolutie die hij maakt. Maar we moeten alles kunnen plaatsen. Hè. We hebben een groep met heel veel concurrentie. We hebben een groep met veel offensieve kwaliteit. Daar zit niet onmiddellijk de titularis in. Hè. Die concurreren met elkaar. Die hebben dat ook nodig. Ik denk niet dat zij geen één van mijn spitsen in staat is om te zeggen, oké, ik kan vanaf nu iedere match spelen en iedere match goed zijn. Ik denk dat ze allemaal een keer nood hebben aan een week rust of een week een keer invallen. En dat is hetgeen dat we gedaan hebben voor nieuwjaar en wellicht hetgeen dat we zullen moeten doen na nieuwjaar ook.